Tja. Aan de tweede kant zien we nemen de twee achter elkaar op. Ik ben in de winning mood nu, ondanks die nederlaag. Ja, die moeten we maar even terugkijken. Dat was niet helemaal lekker. Ja. Maar nu gaan we de... Ik mag een ster omhoog. Omdat halve. Ik natuurlijk... Een halve ster. Ja. Omdat ik Peru neem ik nu... En ik ben de nummer 59 van de wereld. En Fish is België nummer 5. Dus het is wel nog een verschil. Ja, 5 sterren België. Ja. Dat wist ik echt niet. Ik neem die, gewoon die. Nee, doe ze rood gewoon. De echte rode shirt hebben ze niet. Nee, dat is deze. Nou, dat is zo. Maar dat is wel... Ik ga best zwart nemen, ja. Ja. Anders is het niet te zien. Oké. Oké, let's do this. Oké. Peru, België. Nou. Wat moet ik daar nou weer van denken? Hé, ik speel... Huh? Was een glitz al erin? Ja, hij gaat de revenge van... Huh? Ja, maar dit slaat helemaal nergens op! Dit slaat helemaal nergens op, wat er gebeurde! Ik speel gewoon de bal over en hij... Pizarro! Kutbellen! Pizarro, de enige bekende spits van het team, de enige bekende speler denk ik. Wel een aanvoerder ook. Wel 45 is jammer, ja. Ja, dat is wel een foutje, ja. Ja, maar het slaat nergens op toch? Ja, het was een beetje een rare aftrap, joh. Nou, maar dit stond ook weer nergens op. Die moet erin, die moet erin! Dat zijn weer kans op 2-0. Tjonge, jongen, jongen. Kut aan die kutwedstrijd. Waar gaat man niks liggen daar? Goed blok. Scheid! Je tackle aan mij. Oké. Dat ja. Haat ik toch ook echt? Jezus! Oh! Nah! Nee, Marcus! Het sloeg helemaal nergens op dat je die bal kreeg. Ja, dat klopt, ja. Oh, hallo! Dat is ook een overtreding, hè? Want indirect kan ik die bal niet meer. Kan ik die is je speler weg gewoon daar? Oh nee. Goed gewerkt om die voorzet daar. Pizarro. Toch is op zich de stand toch niet zo ongunstig voor je, Wiffis? Nee, hoezo? Ik heb net ook een flinke kans gehad, jongen. Nou, kom op nou, maar dit slaat weer helemaal nergens op. 90% druk continu. Daar krijgt hij een gele kaart hoor. Zat Axel! Nee. Ja, Michel had wel een keer rood gekregen tegen Wasilewski, die was terecht. Jezus! Oh, Vargas, ook trouwens bekend. Ik heb ook niet alleen Pizarro, ik heb Vargas ook nog. Nee, dit is niet opslachtig. Ja, maar zou ik doen natuurlijk, achter hem, dan ging je daar. Ah! Nee! Nee, die moet ik ook hebben! Oh, nee! Maar vind je het bedoeling dat je ook op mijn hel speelt, hè, soms? Ja, maar ik heb helemaal... Ik speel ultra aanvallend. Nou, ik snap er helemaal niks meer van. Scheids! Niet de keeper. Obstructie, scheids! Mijn keeper lijkt al Stanley Menzo, joh. Als ik zo zie hoe die eruit ziet. Die is 90. Nee! Oeh, blijfspel. Dat is geen buitenspel, want ik blok hem. Dat is geen buitenspel, normaal gesproken, nee, toch? Ik blok hem, nou ja. Wat een thuisfluiter, jongen. Ja, hij is omgekocht, hè, door de Peruaanse maffia. Hey! Oh! Maar wat doet die keeper daar? Die liet niet uitkomen! Oh, nou kon ik gewoon die keeper liet niet uitkomen! Nee. Maar hij dacht, doe even een solootje. 5-5 verschoten, hè? Ik heb meer bal zit. Ja, maar ja, dat krijg ik hem ook. Bal, we zitten, dat klopt niet echt die stats bij deze game, hè? Ik bedoel, hoe dat gemeten wordt. Ik heb natuurlijk veel weer op jouw helft de bal gaan. Ik wacht al op de actie, man. Hè? Wat is dit? Dat is een goede actie van hoor, die kapper. Ja, ik wacht al op die actie. Oh, nou, kom op nou! Oh. Oh, kom op nou! Nee, dat is precies alles fout wat ik kon doen. Yep. Nee, die mag erin. Die mag, hè? Hoeft niet, maar liever wel. En die gaat erin! Peru! Pizarro!
thuissluiters hoor. Dit is een thuissluiter. Pitaro! Zo zitten ze bij de NOS daar hoor. Pitaro! Nou, ik kom terecht. Oh. Niet snel juichen. Kom op! Oude kopbalheld. Ja, maar ja, moet toch, moet wel. Ik kwam ineens aan de zijde. Oh! Het is tijd voor een sweaty go. Sweaty. Nio, je zit in je onderbroek achter me. Het lijkt alsof je naakt zit. Nio, weg daar. Nio, zet daar bij ons. Ja, sweaty. Dat was wel heel sweetie. Waar schiet hij eigenlijk zo hard in dan? Peru-België, wel spannend hè? Ja, je speelt echt gewoon dit T6. Het is ook wel heel erg slecht. Misschien komt het België ligt hij gewoon niet. België is ook Minecrafters hè? Dus... Wat is dat voor bal? Oh. Het kan nog erger worden nu hè, dat je alles niks wil. Ik zal er vanaf halen, dat tip je gewoon. Maakt er niet meer uit. Redelijke opening. Hij is geheids. Oeh! Ik heb er al wel overtreding tegen. Hè. Lekker man. Oh! Ballon! Je vliegt gewoon van ballon. Het is een zeppeling is het ook hoor. Ja, redelijke opening. Ik wou juichen. Oh, hoekschop vandaan. Hoe kan je daar van laat gaan? Jezus. Even smeek je een kopballetje zo lekker. Oh. Met mijn borst! Met mijn borst! Go! Maar verdorie, de scheidsrechter niet heel erg op mijn handen. Nee. Begin. Kijk, daar loopt hier ook. Hè? Kijk hier. Oh, je blokt hem. Kijk, met zijn borst. Oh, dat is zijn hoofd. Lijkt me met zijn borst. De keeper, wat deed we de keeper dan? Ja, ik liet toch uitkomen. Maar ja, ik heb het al zoiets na de 2-0, 3-0. Ja, dan houdt het op. Dat weet je het al, ja. Wel. Ah, het is wel. Ik wil de stats wel eens zien. Het is wel helemaal weg. Vooral het is zelf was nog wel. Hè? Ik was iets beter, maar niet veel. Maar de tweede helft. Ja, dat... Hé, hey, kut man, dat is niet opgenomen. Oh man. 4-0. Ik ga de stats even kijken. Ja, dat zeg ik al. Als ik ben weer kampioen geworden trouwens ook nog. 11 schoten. Jij nog 6? Waarom? Ik heb ze niet gezien. Wanneer dan? Nou, je hebt wel wat schoten, maar what the fuck zeg. Ja, je moet een beetje geluk hebben. Ik speel ook niet best. Tot 2-0 ging ik beter spelen, omdat ik ruimte kreeg. Maar ik speel ook allemaal niet goed. Ik speel allebei niet goed. Ja, maar ik kreeg een vrije trap tegen geel en zo. Peru, Pizarro! Nee, mag je wel weer naar 3 sterretjes? Keer. Oh, ik moet weer naar beneden. Nee! Dat is het kutte, nu ga ik genieten. 3 sterren, ja. Is het erg. Ik zweep er tyfus. Nou. Doelpunt verschil gaat ook tellen trouwens die, voor degene die onderling seizoen. Come on! Doei! Nou.